Alice Trek Brokopondo is vervrijd met I Love Brokopondo, kunstwerk. De burgermoeder van het district Kenya Panza onthulde gisteren samen met RO-minister Edgar Dikan en de ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar, het kunstwerk. Het I Love Brokopondo monument staat aan de Afobakkaweg ter hoogte van mast 82. Het kunstproject is volledig gefinancierd door het goudbedrijf Roosevelt Gold Mines. En Figra Salco en NV Makamboa hebben ook een bijdrage geleverd tot de realisatie van deze blikvanger. Volgens burgermoeder Panza is dit kunstwerk tot stand gekomen door een voorstel van Jerry Finissi, de manager duurzame projecten van Roosevelt Gold Mines NV. Finissi benadrukte dat zulke projecten precies in het straatje van het goudbedrijf passen. Het is voor Brokopondo, het is voor Suriname. Laten we ons land koesteren. Ik zeg, teamwork is heel belangrijk. Een schakel zonder een schakel kan je niets doen. Als je kijkt achter me, ziet u alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd in dit land. En ik kan u zeggen, de ambassadeur van Brazilië is niet zomaar hier gekomen. Maar omdat hij ziet waarvoor Suriname staat. Laten we die eenheid die we met ons mond proclameren. Laten we het werkelijk demonstreren. Ongeacht welke ras we zijn. Roosevelt Gold Mines is dit een signature project voor ons. Omdat je in het district opereert en je dient daar bijdrage te leveren aan de opbouw van het district. En toerisme en vervraaiing is een van de dingen die wij ook een warm hart toedragen. Naast natuurlijk onderwijs, gezondheidszorg en inkomstenactiviteiten. RO-minister Dikan feliciteerde het district met het kunstwerk dat een boost kan zijn voor de toerisme sector. Krasalco-directeur Sergio Akimboto zegt dat je als bedrijf een wezenlijke bijdrage moet leveren in het district waar je opereert. Hoe klein het ook mag zijn, het wordt altijd gewaardeerd, zegt Akimboto. En eigenlijk ik om een branding van het district. Want die branding district, die district die we merk, die opereert die we merk, om een trace aan kan gebeuren om me heen. Dus, wat ik denk dat meneer Finissi taking. Tak ay luku of na mene Akimboto, tak ay de luku tak kan de one shop de one sunny. Ma we luku ook tu, kan de treyo druk, de mok e meki, de was duku e meki, you name it. Want na zo is she ook tu in de trakondre, ye she I love New York. En na precies lek sa konfransje itaki, New York ma yo she a NY. En na deso one branding, bata so langa is she a NY, is ap tak na New York ma itaki. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is voor ons district. Als waar toeristen langskomen, waar mensen dagelijks komen, om te zien dat er dan een stukje vervraaiing wordt gedaan, dat er aandacht wordt besteed aan het district om het mooi te maken. Ja, vroeger dacht ik zelf van waarom besteden we zoveel tijd en energie aan deze dingen. Maar gelooft u me, wanneer iemand van het buitenland komt, want wanneer je zelf in het buitenland bent, dat zijn de kleine gekke dingen waar je soms goed toe gaat staan maken. En voordat je denkt, gaat het viraal in de wereld. Dus ook dit zal straks te zien zijn op Facebook. Waarbij iemand een foto zal maken met I Love Brokopondo. Dat andere mensen zal uitnodigen om naar hier toe te komen. Ze lijken soms heel klein, maar ze hebben later een heel grote impact. Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco. En daarvoor Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling. Zij spraken gisteren naar de onthulling van het I Love Brokopondo kunstwerk. Dat staat aan de Afobakkaweg ter hoogte van mast 82.